Mo, kan jij misschien kort vertellen wie je bent? Zeker. Nou, ik ben Mo, ik ben 21 jaar en ik maak Nederlandstalige indie popliedjes. Vet. En hoe was het om hier vandaag op het podium te staan? Ja, superleuk. Ja, we mogen eigenlijk de hele dag af en toe twee liedjes tussen alles door. Dus ja, het is gewoon heel fijn dat het allemaal weer kan en dat er mensen aanwezig zijn. En ja, gewoon dat gevoel van sociaal contact is heel fijn. En heb je alweer gezongen voor het publiek? Of was dit de eerste keer? Nee, ik heb wel gezongen voor het publiek. Vorige week voor het eerst in Oosterpoort met Suzanne Freek als voorprogramma. En gisteren voor het eerst mijn eerste echte eigen show in Zwolle. Dus dat was echt heel leuk. Voor het eerst voor mijn eigen publiek. En ja, daar heb ik wel heel erg van genoten. Zo cool. En was dat ook de eerste keer ooit? Want je bent best wel in de pandemie doorgebroken. Hè? Hoe was dat voor jou? Hoe is dat? Ja, ik weet niet. Het was natuurlijk ergens wel gek. En ook wel jammer dat er best wel, ja, het werd gewoon net uitgesteld. En je bent er dan wel op een gegeven moment gewoon aan toe om je publiek te ontmoeten. Maar ja, aan de andere kant was het ook weer normaal geworden voor mij persoonlijk. En ja, het is gewoon wel heel fijn tegenwoordig dat je zoveel kan via social media. En toch heel veel mensen kan bereiken. En contact kan hebben met mensen op die manier. Dus het was eigenlijk voor mij best oké. Maar ik ben wel heel blij natuurlijk ook voor alle andere mensen die er echt heel veel last van hebben gehad, dat het weer open kan. En nu kan je ook fans en zo ontmoeten. Ja. En we hebben het afgelopen jaar natuurlijk kunst, cultuur, muziek echt moeten missen. En wat kan de lokale politiek voor jou betekenen, deze verkiezingen? Nou, ik denk dat het vooral... het was natuurlijk heel lastig om voor elke artiest, maar ook beginnend artiest, om een spaarpotje op te bouwen, zeg maar, als je gewoon volledig wil focussen op muziek. En ik heb toen aan het begin een subsidie gekregen van gemeente Utrecht. Voor toen mijn EP-release en ja, mijn EP ook, alles daaromheen. En dat heeft mij toen wel echt heel erg geholpen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat daar aandacht aan wordt besteed. En dat je, ja, je kan het gewoon niet alleen, maar het is wel heel belangrijk, zeg maar, dat het kan. Ja. Dus ik denk dat dat heel fijn is, dat er mogelijkheid voor is en dat soort dingen blijven bestaan. Ja, dat er geld wordt vrijgemaakt. Ja, precies. Ja. En waar ga je extra op letten, deze verkiezingen? Zijn er dingen waar je op gaat letten? Ik denk nu toch ook wel inderdaad de cultuursector, ja, natuurlijk voor mij persoonlijk. Er zijn heel veel dingen wat ik gewoon vind dat beter moet. En ik denk, ik heb wel het gevoel dat onze generatie of zo, dat het wel echt al aan het verbeteren is. En ik doe persoonlijk meestal gewoon een stemwijzer en... Ja, dat helpt voor mij heel goed. En dan weet ik van, hier wil ik voor gaan. En zo stem ik ergens op. Top. Nou, heel leuk je even te spreken. Heel kort maar krachtig. En heel veel plezier nog vandaag. Dankjewel. Thanks.